ons restaurant in coronatijd. We hebben het restaurant inmiddels helemaal verbouwd. Alle stoelen staan keurig op 1,50 meter afstand. We hebben serviceplaatsen waarvanaf de gast zelf zijn gerechtjes en zijn ingeschonken wijnen pakt. Sommige bij tafels gecombineerd en sommige per tafel. Overal 1,5 meter afstand. En wat misschien op dit moment nog wel even het belangrijkste is. We zijn weer open. Hotelgasten mogen ook bij ons dineren. Dat is de afgelopen weken rustig op gang gekomen. In het weekend was dat best wel heel gezellig. En nu zijn we weer in het domein van de chef, de keuken. En u ziet het, er is wat gebeurd. Ja, het kon niet meer. Dus we hebben het tondeuzen gepakt en we zijn maar eventjes flink tekeer gegaan. Dus voorlopig hebben we Koep bijna kaal. En ik moet zeggen, dat voelt best wel lekker en heel fijn. We staan vandaag op de dag dat de kappers weer open mogen. Dat in ieder geval de volgende beurt weer bij de kapper mag gebeuren. Maar ja, het spijt me erg voor hem. Dat gaat nog heel even duren. We gaan vandaag een heel lekker gerecht maken. Een gerecht waar mensen bij ons ook echt dol op zijn. Vis en chips. En waar het eigenlijk met name even om gaat, is dat we u laten zien een beslagje waar we de vis doorheen halen en het frituren van de vis. Maar ja, wij zouden wij niet zijn als we daar natuurlijk ook een lekkere saus bij maken. We maken daarvoor zelf even mayonaise. Zo moeilijk hoeft u het zichzelf absoluut niet te maken. U mag gewoon kant-en-klare mayonaise gebruiken, maar het is even om te laten zien dat het hier natuurlijk allemaal een beetje anders werkt. En we gaan maar eens even naar de ingrediënten kijken. We onderscheiden vandaag een drietal receptjes. Het eerste receptje, daar ziet u een eitje, daar gaan we straks het eitje scheiden, een eidooitje van maken. Daar ziet u 2 lepels wijnazijn en 1 lepel water. En u ziet een eetlepel lekkere pittige mosterd en u ziet gewone neutrale olie. We gaan zelf mayonaise maken. Daarna maken we daar een saus tartaar van. Dat lijkt wel een beetje op de ingrediënten van de ravigot van vorige week. Linksachter in dragon, daarnaast peterselie, wieslook. Een fijn gehakt ansjovisje, dat hoort er van origine niet in. Maar ja, u weet inmiddels, wij zijn dol op lekkere ansjovisjes. Kappertjes, augurkje en een geprakt hardgekookt eitje. En als laatste gaan we het bierbeslag, maar het is helemaal niet alleen bier. Daar hebben we 75 centiliter bier, 75 centiliter witte wijn, 50 gram gewone normale patentbloem, 50 gram tempura meel of tempura bloem. En daar gaat ook nog bij 1 theelepeltje honing. Dat zijn de ingrediënten voor vandaag. We beginnen met de mayonaise. We nemen 1 eidooi. 2 eetlepels wijnazijn, 1 eetlepel water. Een eetlepel mosterd. En dat roeren we flink door elkaar. Onnodig te zeggen dat het, de temperatuur van de verschillende ingrediënten hetzelfde moet zijn. Dus het eidoortje ook op kamertemperatuur moet zijn. Dus het eitje even uit de koelkast leggen. Zo. Ik heb even een doekje onder de kom gelegd, dan blijft die mooi stil liggen. En dan gaan we heel rustig de olie toevoegen. U ziet de saus al dikker worden, maar we zijn nog niet op een mayonaise dikte. Op dat ene eidoortje is nu 3,5 deciliter olie gegoten. En u ziet dat we een prettige dikte hebben. Een beetje zout, een beetje peper. Dan gaan we nu verder met het maken van de saus tartaar. We hebben te veel mayonaise. Dus de rest van de mayonaise gaat u heerlijk gebruiken bij uw frietjes. In ieder geval wij serveren de frietjes bij, dus ja. U neemt ongeveer de helft van de mayonaise af.
Allereerst even de kruiden hakken. Zo, de kruiden bij de mayonaise. De kappertjes. Augurkjes. Ansjovisje. En het geprakte eitje. En voilà. Onze saus eraan. En ook wij hebben wel eens een oeps, dus er was één ingrediënt even doorheen geslopen. En er moet ook nog een klein shallotje bij. En dat gaat bij de saus tartare. Dus we maken het wel netjes zoals het hoort, dus we gaan het even snel afmaken. Mooi fijn, dat is wel belangrijk. Neem daar rustig de tijd voor. Zo. Nu is de saus volgens de regels der kunst helemaal op. Dan het beslag. Bloem. Tempura meel. Rustig roerend. De witte wijn toevoegen. Rustig roerend. Het bier toevoegen. Goed doorkloppen dat je zeg maar een mooi glad beslag krijgt. Als laatste. Theelepel. Honing. Die suikers die zorgen ervoor dat er straks mooie kleuring ontstaat aan het beslag. En dit beslag dat zetten we koud tot gebruik, dus dit kun je rustig een uurtje van tevoren maken. Wat nog even belangrijk is straks vanwege de vis. Wij gaan met een stukje kabeljauw vis en chips maken. Haal de vis van tevoren uit de koeling vandaan en dat mag echt een half uurtje. Zodat die op kamertemperatuur is, dan krijg je een veel mooier resultaat. Nou, daar zijn we dan met de laatste handelingen aan onze gerechtjes. We hebben hier mooi kabeljauw. U ziet drie stukjes liggen. Dat komt omdat Lottie vandaag ook aan het werk is. Die halen we even door de bloem. En wat dan belangrijk is, dat je die bloem er ook weer afklopt. De reden waarom we dat doen, is dat het beslag op deze manier veel beter hecht aan de vis. U ziet dat we de vis droog gemaakt hebben, want dan zou die bloem niet zo mooi blijven plakken. Maar ik kan het niet vaak genoeg herhalen. Maak de vis altijd even droog. De vis in het beslag. Even erdoor halen. Het beslag een beetje af laten druipen. En voorzichtig in de frituur. Ja. Niet in één keer laten vallen, maar even vasthouden met een vork. De vis nu, dat duurt een minuutje of 5-6. De kleur bepaalt heel erg wanneer het goed is. En uiteraard moet het warm zijn van binnen.
Maar ja, de onvermijdelijke vraag, iedere week weer, gaat naar de vrouw die gisteren uitgebreid moederdag gevierd heeft met mooie Leclerc Brillant champagne, Ketty Moerdijk. De vraag aan Ketty: Ketty, bij de saus tartaar, de frietjes, de fish and chips, wat drinken we daarbij? Wat drinken we erbij? Een heerlijke fles zou ik willen aanraden. Een Rayi uit de Loire. Niet te verwarren met een Rui uit de Bourgogne, want dat is een Chardonnay. Het is eigenlijk het meer of meer betaalbare zusje van de Sancerre, de Pouilly-Fumé en ook al bekend de Menetou Salon. Het zit er net ietsje onder wat prijs betreft en dat vinden wij als Nederlanders natuurlijk een geweldig idee. Nou, daarnaast maakt meneer Denis Jamin een wijn die wij eigenlijk hier in Puurzee ongeveer onze Puurzee, puurwijn, viswijn bij uitstek noemen. Je kan het gebruiken als aperitief. Het past bij de geitenkaas, maar het past bij een ongelooflijk scala aan heerlijke visgerechten. Onder andere het visje wat we straks gaan consumeren. Die Rayi heet Le Fossil en het Le Fossil dat slaat eigenlijk op de ondergrond. Het is klei en lijsteen, maar daarnaast rijk aan fossielen uit het Kimmeridgen periode, dus heel erg lang geleden. We zullen maar zeggen, dat levert een prachtige mineraliteit op. En mineraliteit, ik zeg het altijd aan onze gasten, is eigenlijk alles wat je niet kunt benoemen. Het komt uit de bodem, je hoeft er geen naam aan te geven. Als je zegt het is een prachtige minerale wijn, nou dan kom je toch wel behoorlijk serieus over en met enige kennis van zaken. Mineraal, maar daarnaast niet echt super exuberant, maar wel prachtig expressief. Iemand omschreef het als een vrouwelijke wijn en heel eerlijk, het heeft wat mooie rondingen. Ja, dat heeft het echt. Daarnaast prachtige omvloerste zuren. En dan zult u denken, ja, wat is dat dan weer? Omvloerste zuren zijn zuren die, als ik ze mag omschrijven, weliswaar een mooie zuurgraad vertegenwoordigen, maar niet scherp en agressief, maar juist mooi rond. Daarnaast heeft deze wijn iets wat ik zelf heel erg aantrekkelijk vind in een wijn, namelijk hij is watertrekkend lekker. En wat is dan watertrekkend lekker? Het gaat trekken aan je kieuwen. Het doet het ongeveer zo. Komt water in je mond en dan wil je direct weer de volgende slok nemen. Nou, dat houdt in dat die fles bijzonder snel leeg zal zijn. Ik denk dat ik ongeveer aan het eind ben van datgene wat ik mag vertellen in die paar minuten. Zo niet, Ilko, mag het nog? Nee, je tijd zit erop, schat. Oh. We gaan aan tafel gaan we verder. Het is weer mooi geweest allemaal. Even kijken, zo heb ik een mooi beeld. Ja, hij is knisperend fris. Geen kattenpies, want daar houden we niet van. We stoppen met praten. Aan tafel, mens. Het begint al een mooie kleur te krijgen. Kijk eens hoe lekker dat eruit ziet. Zo, kijk eens wat een mooie goudbruine rakker. Klein beetje zout erop. Zo, de frietjes ook klaar. En wat iedere maandag een vast ritueel is, service. Ja, normaal dezelfde tafel, maar kijk eens wie er vandaag ook is. Vandaag onze Lot, dus ja. We hebben ook nog service vandaag. Net alsof het echt is. Lot, fijn dat je even helpt. Ja, dankjewel. Graag gedaan. Ja, het is maandag, mevrouw Moerdijk. Het moet wel lekker gegeten worden. Kijk, u ziet het. Wij respecteren 1,50 meter. Lot zit keurig op afstand. Netjes in mijn eentje. En we kunnen toch gezellig een gesprek voeren. Nou, mevrouw Moerdijk, dan gaan we maar eens even proeven hoe dat smaakt. Nou, ga maar zitten. Nou, het is weer maandagavond. Wat een feest. Het is weer afzien. Wij hebben hele nare maandagen eigenlijk. Ja, als je dat afzien. Zo... altijd lekkere wijn op tafel, altijd lekker eten op tafel. Altijd eenvoudig, maar wel smakelijk eten. Ja. Sauvignon Blanc, niet mijn favoriete wijn. Vaak een beetje last van, ik wil nog wel eens last van de maag krijgen, van de hoge zuren. Ja. Nou ken ik deze wijn ook natuurlijk, anders zou je niet op tafel gaan zetten. Klopt. Nee, dit is zo'n wijn, dat zei ik net al, met de omvloerste zuren. Dit zijn rijpe zuren. Het is rond en het speelt in je mond. Het is bijna exotisch. Een beetje ziet, een beetje mint, maar het is gewoon een verrukkelijk sappig glas, watertrekkend. Ik zei het net al, dat zit Lottie. Ik zei het net al, het is watertrekkend lekker. Ja. En je drinkt het als, ja, wat zal ik zeggen?
Limonade. Limonade. Ja, als water. Biologisch. Biodynamisch zelfs. Biodynamisch, kijk, ja. Dat bedoel ik. Ja. Denise, onze Denise Chemin. Hij werkt biodynamisch en naar mijn informatie is hij de enige op dit moment in de appellatie Ruyi die dat doet. En Ruyi is dus niet Rudy, het is een Ruyi uit de Loire. Het is echt Sauvignon. Komt er eentje bij? Ja. En het is eigenlijk gewoon wat minder strak dan Sauvignon Pouilly-Fumé. Het is gewoon lekker. Het is gul. Heel veel, ja, heel fruitig. Prikkelend. Eigenlijk wat er vorige week ook wat belangrijk is bij zo'n gerecht, is natuurlijk dat je ook met zo'n saus tartaar op mayonaise basis, dat je dat zuur ook weer een beetje afbreekt. En ook in die saus zitten natuurlijk zuren met azijn. Dus dat gaat heel goed werken. En ook zo'n visje. Hoewel dat niet echt vet is, pas op. Het feit dat je een mooi beslag hebt en een goede temperatuur bak, houdt in dat je eigenlijk meteen het visje afsluit. En als je het visje even op een papiertje eruit haalt, wat wij net ook gedaan hebben, een stukje keukenpapier, dan ben je eigenlijk al het overtollige vet kwijt. We gaan genieten. Cheers jongens en meisjes. Cheers. En tot volgende week.